En dat is weer leeg, hè. Heel de container vol. Twee motto's en wij moeten dat filmen, maar ze zijn nu nog even aan het tanken. Maar dat wel weer niet kosten. Hoe vol mijn zwembad staat. Het loopt gewoon bijna over. Goedemorgen dames en heren, welkom weer een gloednieuwe vlog. Jullie zien het, ik heb een werkoutfit aan vandaag. Check, zelfs werkbroek. Alleen ik ben mijn werkschoenen kwijt, ik ben die al heel de ochtend aan het zoeken. Alleen ik vind ze nergens. Mijn werkschoenen zijn iedere keer opnieuw als ik die nodig heb, zijn die kwijt. Ik snap er helemaal niks van. Misschien is werken gewoon niks voor mij. Nee, maar even serieus, ik vind die nergens. Ik heb heel het huis afgezocht. En ik heb die nodig vandaag, want ik ga mee met mijn onkel. Die is dakwerker, dus die had gevraagd of ik kon komen helpen. Dus ik zei, tuurlijk. Extra centjes, altijd fijn natuurlijk. Dus vandaag is het gewoon een dagje op het dak. Alleen, ja, wel zonder werkschoenen vrees ik. Want die vind ik niet. Dat is wel een probleem. Dus ik ga nog even verder zoeken. Maar ik vrees ervoor. Ik denk dat ik die ergens heb laten liggen ofzo. Alleen de vraag is waar. Want hier zijn ze nergens te bespeuren. Ik snap er helemaal niks van. Zo'n dingen gebeuren altijd als ik die nodig heb. Maar echt altijd. 3 hours later. Zo dames en heren, ik ben alweer thuis. Het is middag en ik ben even terug thuis moeten komen. Want mijn onkel moest even andere dingen doen. Dus ben ik even terug thuis. Maar ik ga zelfs wel weer terug. Nog even doorwerken en dan zit de werkdag er al op. Ik heb trouwens geen werkschoenen kunnen vinden. Dus ik zit in deze Nikes te werken. Echt geen idee waar die zouden kunnen liggen. Dus... misschien ook bij mijn mama of zo, maar dus zoeken dan. En dat is weer leeg, hè. Heel de container vol met onze roofing. Dames en heren, dit is dus exact de reden waarom ik geen sidejob doe. Super veel mensen zeggen altijd tegen mij: doe een tweede job, weet ik veel wat, is nice, extra geld. Dat is waar. Maar zoals jullie zien, ik kan niks filmen gewoon. Ik ben constant aan het werk dan. We hebben zware platen moeten opladen, roofingplaten. En die naar het containerpark brengen. Dus dat is gewoon super onhandig om dat te filmen. En ik heb dus schrik dat als ik een sideshop doe, dat ik gewoon ja, ga thuiskomen. Gelijk nu is het ook al 5 uur. 5:30 zelfs. En ik heb nog niks gefilmd vandaag. Dus dat is een beetje het probleem met dagelijks vloggen en een sideshop doen. Maar anyways, ik weet niet wanneer ik nog eens terug ga. Ik heb vandaag gewoon een dagje geholpen omdat het echt wel nodig was. Trouwens, het zwembad. Het ziet er wel iets beter uit hoor. Is het allemaal vuil van boven, als jullie dat kunnen zien. Dus dat wil zeggen dat het aan het loskomen is. Dus daar gaat hopelijk daar de filter in. Maar het heeft toch iets geholpen precies. In ieder geval, dat wil ik dus even zeggen. En aangezien ik nu nog in mijn werkkleren zit, ga ik even het gras maaien. Want dat moet ook gebeuren. Het is weer super lang, dus daar gaan we even bijtrimmen. Hoi joh, er zit gewoon een muis. Ik weet niet waar die nu naartoe is. Maar ik neem het grasmachine weg en hier loopt gewoon een muis. Ja, ik denk dat hij naar buiten is gegaan, langs dat gat daar in de hoek. En zo is het alweer donker. Ik ben even naar de frituur gereden samen met Niels en Gijs. Want ik heb honger. Ik had nog even het zwembad gepoetst, het gras gemaaid. Mijn douche gepoetst, dus ik heb super veel honger. We gaan lekker smullen. Juist, gezond broodje met viandel. Heerlijk. Binnenkort gaan we de 10K calorie challenge doen, hè mannen. Zijn we toch al lang bezig? We zijn al bezig, ja. We zijn al goed aan het oefenen, dat sowieso. Ik weet niet wat hier trouwens ligt. Ik heb ook de helft van mijn tweede viandel aan Gijs gegeven. Wow, kijk hoe lekker. Dames en heren, we hebben net lekker gegeten. We zijn even verder gereden naar Thomas. We staan hier op straat met zijn BMW. En we gaan even iets vet opnemen. En de volgende komt er ook al aan, kijk eens. Of ja, luister. Want... we hebben een opwacht. Ja. Daar is kijk. Maat. Oei, joh. Ik ga niet te veel lawaai maken in de liefst. Het is hier al erg, joh. Ja, echt, hè? Vet, ja. Mooi. Sick. Staan we dan. Niels staat hier. Daar staan de mannen te tanken. We gaan dus eigenlijk gewoon een reel opnemen voor Instagram. Met hun twee motto's en wij moeten dat filmen. Maar ze zijn nu nog even aan het tanken. Laar, stel u voor in 3 seconden. Sneller. Ik kan het niet nadenken. Deze man. Oké, wacht. Lars, stel u voor in 3 seconden. Zot, belachelijk en een midget. Voilà, perfect. Kijk, de mannen zijn hier even aan het tanken. Heb je cameradruk? Nee,
Zeker. Ja? Ja? Je staat er liever achter, hè? Ja, dat vind ik precies ook aan de hand. Ja. Dat went wel. Ja, ik vind beide wel leuk. Maar goed, we gaan vertrekken. Let's go. Deze mannen zijn zo loco in hun hoofd, hè. Dat is echt insane. We gaan nu om, hoe laat is het zelfs? Half elf. Gaan we nog een reel opnemen? Ja, zo kan dat kan al. Er was iemand die gisteren een comment plaatste van jammer dat je het geluid niet op beeld hebt. Bij deze. Dit, maar dan maal 10. Dat is dus omdat die auto zo laag ligt. Maar goed, we gaan op naar de locatie. Oké, mensen, we zijn er dus nu op een brug. Hier gaan zelfs Thomas en Lars voorbij rijden, een eerste keer. Dan gaan ze die kant op rijden. Ja, jullie zien echt niks, maar dus naar daar. En dan komen ze nog eens voorbij en dan moet ik hun dus filmen als ze hier voorbij rijden. Daar komen ze een eerste keer. Alright, ik heb nu Thomas een live locatie. Ze zijn nu afgereden dus van de autostrade. Ze gaan nu keren en dan... komen ze vandaar en dan ga ik hier zo'n mooi shotje maken ze. Oké, zijn locatie zegt dat ze bijna hier zijn. Dus we gaan beginnen met filmen. Oké, dus ik heb helemaal niks te zeggen, maar ik kan gewoon even doen alsof ik een vlogger was. Dat ik er iets van ken, maar dat is helemaal niet. Je moet nu gewoon eigenlijk hier tekst overzetten. Maar zo ingesproken door AI of zo. Dat ik professioneel overkom. Zal ik doen. Hallo allemaal, abonneer op Bifem en like deze video. Oh joh, mensen, je hoort hun echt van ver afkomen. Dat is insane. En Lars moet daar even zijn motto in gang duwen. Die staart niet meer. Echt lachen dit. Ja, toch niet met een knopje of zo. Dus kijk, die gaat hij nu in gang moeten duwen. Kijk, daar gaat hij. Duwen. Yes. Oh mijn god, mensen. Oh, wat is er nu weer gebeurd? We zijn dus terug thuis. Het is ondertussen alweer vrij laat. En ik kom hier zo in de badkamer en ik wil mijn tanden poetsen. Dus ik draai de kraan open, maar ik zie dat er weinig water uitkwam. En ik dacht ineens, oh shit. Ik had er straks het zwembad gestofzuigd. En als je dat stofzuigt, gaat er veel water uit. Dus moest ik dat ook terug bijvullen, want anders werkt die filter niet te goed. Maar ik heb dat fucking laten aanstaan, kerel. Dus het zwembad zit bomvol water. Dat is echt insane. Wat gaat dat wel weer niet kosten? En dat is dus hoe ik mijn geld opsmodder, mensen. Ik koop geen kleren. Ik koop geen shit voor mezelf. Het enige waar ik mijn geld momenteel aan uitgeef is zo'n shit. Domme fouten maken. Goh, dat is echt weer zo stoem van mij. Hè. Zo lomp dat ik ben. Dus dat wordt 3 maanden niet douchen om water te besparen. Goh, dat is toch... Oh, daar baal ik dan weer zo van, hè. Maar ja, ik moest sowieso wel bijvullen, want anders werkt die filter niet te goed. Dan gaat die lucht zuigen, omdat er te weinig water in zit. Dus ik moest die sowieso bijvullen. Maar ja, niet zoveel natuurlijk. Ik zal het morgen laten zien in de vlog, maar... echt niet goed dit. Hopelijk kost dat niet te veel geld. Kijk mensen, het is de volgende dag. Een besef hoe vol mijn zwembad staat. Het loopt gewoon bijna over. Check dat. What? Helemaal tot boven aan die rand gevuld. Ja, veel te veel dus. Maar ik zie nu wel dat het weer veel properder aan het worden is. Dus dat is wel goed. Maar dames en heren, dit was de vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet niet te liken en te reageren. Beneden vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur. Ciao!